Vanavond zijn we gewoon bij elkaar geraapt, zootje. Echt waar. Yo. Een vriend van mij die heeft dus laatst iets briljants bedacht. Echt geniaal. Het heet de Free Charity. Het heet de Free Charity Project. Het is een goed doel, maar een goed doel waar je geen geld voor hoeft uit te geven, maar follows en likes. Hoe het precies werkt, laat ik even zien. Iedereen wil de wereld graag een stukje beter maken, maar betalen vinden we vervelend. Daarom starten wij het eerste goede doel dat je kan steunen met follows en likes. Starten positieve projecten met eenzame ouderen, helpen mensen in de buurt en organiseren schoonmaakacties. Hoe meer volgers, hoe meer sponsors, hoe meer projecten we samen kunnen doen. Volg ons nu. En voor een van zijn eerste projecten moest ik hier naar de Duke of Tokyo komen. Dat is een karaokebar. Wat hij nu dus heeft bedacht als een van zijn eerste goede acties is dus dat hij gaat karaoken met eenzame oudere mensen. En hier ergens moet hij dus zitten met al zijn vrienden en vriendinnen op leeftijd. Hey! Kijk, dit is hem. Thomas, hoe gaat ie? Oh, dit ziet er gezellig uit hier. Ze hebben nog niet gezongen, toch? Nee, want we gaan nu beginnen. We gaan nu beginnen met zingen. Welkom allemaal bij de allereerste bejaardenkaraoke. We hebben daar allemaal hartstikke veel zin in. Ik hoorde in de bus al allemaal hartstikke lekkere nummertjes gezongen worden. Dus wie heeft er zin om als eerst Wim Sonneveld te gaan zingen? Ik niet. Nee, wilt u niet een duetje met mij samen Wim doen? Wim Sonneveld zingen. Wij zingen liever van... Polderie. Zou ik jullie anders een microfoon geven? Morgen vroeg en zingen. Hup, polderie. Hup, polderie. Dat willen we. Niet Wim Sonneveld, kom nou. Tante Leen en Johnny Jordaan, dat... Geef mij maar Amsterdam. Met Amstel en het ei. Je moet wel meelezen. Geef mij maar Amsterdam. In Amstel en het Rijn. Wie weet welkom zonder poen dan in Parijs met een miljoen geen. En naar Amsterdam. Dat is voor jezelf. Ja, en dit is dus precies de bedoeling, want normaal zitten deze ouderen toch wel een beetje vastgeroest in het verzorgingshuis. En nu zijn ze dus een dagje uit met de Free Charity Project. En dat is dan mogelijk gemaakt door dat er likes zijn en follows zijn. En daar komen dan weer sponsors op. En die zorgen ervoor dat dit soort uitjes mogelijk zijn. Ja, Glenn heeft dit bedacht. Ja, samen met mijn broertje Roy. Is dit het eerste project? Tweede project. Tweede project. We gaan hard. Heel lekker gaan. Heel lekker. Nice. En wat je dus moet doen, is dus de Free Charity Project liken en volgen. En dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Je hoeft geen geld te geven. Je moet gewoon zorgen dat je ze liked en volgt en af en toe eens wat reageert. Want dan wordt het interessant voor sponsors. En dan is het mogelijk om dit soort uitjes te realiseren. Even kijken wat voor rol deze mensen hebben. Er staat hier dus binnen ook gewoon een hele file van rollators en rolstoelen. We moeten er echt omheen werken. Dit is iets te veel, denk ik. Dit is die Elvis. Ze denken hier, wat komt er nou voor een stelletje schorm naar binnen? Is dit een beetje uw muziek? Nee, absoluut. Oh, niet. Rustig en klinkt de mondharmonica. Stil. La la. La la. Wil je maar schat? Ah, wat een rot ben je, hè? Ja. Dit gedacht is mee te maken. Nee, nooit. Ik vind het een aantootje op wat dingen. Maar je lacht je rot. Ja, toch. En nu Amsterdamse liedjes. Oh. Het verzoek voor Amsterdamse liedjes hoor ik. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Je houdt ons toch wel op de hoogte, hè? Natuurlijk houden we je op de hoogte. Met Ajax, hoe is het? Ja, Ajax speelt dus over twee uurtjes. Oh. Ajax speelt vandaag ook. Ze maken zich de meeste zorgen niet van kunnen kijken. Lang, is een tijdje geleden deze, hoor. Ja, we moeten even inkomen, hoor. Dus steeds als ik je zie lopen, dan gaat de hemel een klein beetje open. Had je nog deze droom, dan zijn we nog. Maar als ik wakker word, dan zou dan droom ik nog.
Ja, dit is wel een applausje waard. Dankjewel. And I got a woman way over town that's good to me. Deze is van Snoop Dogg. Oh, die ken ik toch? Zie je de jongens en de meiden dansen gaan? Hatschee! Bij ons in de Jordaan. Lekker is omdat het zo lekker is. We hebben 7 jaar gevreden met de broer van ome Chris. Zeg, mag ik dit daar even neerzetten? Oh ja, tuurlijk. Het is zo ijskoud, joh. Oh, ja. De vodka Fanta gaat eventjes. Daar. Nou, dit is iets voor mijn leven verder. Oh, echt waar? Ja. Want dit is gewoon een complete rotbende, wat we hier doen. Toch? Als ik zeg hey, dan zeggen jullie... Hey! Wat vinden jullie ervan? Leuk? Ja? Hartstikke goed. Hartstikke leuk. Heerlijk, heerlijk. Ja, even brullen en zo. Ja. Ja. Even alles eruit laten. Ja, vanavond zijn we gewoon bij elkaar geraapt, zootje. Ja. Echt waar. Ik vind het wel, dat is knal. Ik ben een echte Amsterdamse en ik hou ervan. Kijk, gezellig. Het is alweer bijna klaar. We gaan nog één laatste knaller doen en dit is toch wel de favoriet van de avond. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan de Amsterdammer. En mag ik jullie dan allemaal ontzettend bedanken voor het zien elkaar snel. Jullie worden eigenlijk leuk. Bedankt. Jullie hebben het hele zootje hier aan de gang gemaakt. Nou leuk. Al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Dan een Amsterdam. Ja, jij bent de begeleider van het hele stel. Ja. Hoe is het nou zo'n dag als dit? Ja, super. Ik ga weer heel blij naar huis als ik mensen zo heb zien genieten. Deze dames zijn toch wel aardig gewend, maar ze onthouden wel gewoon teksten van liedjes. Ja, dat zit in je muziek zit in je systeem en dat is heel moeilijk uit te krijgen. En daarom gebruiken we ook heel veel muziek om leuke dingen te doen. Zijn de reacties volgens mij goed, toch? Ja, iedereen zit met een big smile, dus ja, belangrijkst. Mooi. En nu gaan we een groepsfoto maken, maar dat is natuurlijk nog een heel gedoe. We zitten weer op met karaoke. Yes. En de Free Charity Project dus, een van de eerste projecten die jullie doen. En ja, dit is wel even mooi om te zien. Ja man, absoluut. Dat is echt even te dik. Het is dus een goed doel, maar normaal moet je dus geld geven. Ik zeg nog maar een keer, zoek ze op Instagram. Geef ze likes, geef ze follows. Want hoe meer volgers we krijgen, hoe meer sponsors we krijgen, hoe meer vette projecten we kunnen gaan doen. Dus het gaat werken. Ja, en het is ook mooi dat je nu al ziet dat het werkt. We maken nu al een hele groep demente ouderen blij. We gaan weer hard brainstormen en vette nieuwe projecten bedenken. Komt nice. Helemaal goed, denk ik. En dan gaan we van demente ouderen die aan het zingen zijn naar misschien wel het evenement van het jaar, durf ik wel te zeggen. Magnum, die heeft elk jaar een gigantisch vet feest. Die huren dan een heel hotel af. Dit jaar is het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam. Magnum nodigt allemaal leuke mensen uit en pakt echt groots uit. En vandaag is het weer zover. Ik heb mijn eigen kamer gekregen hier, dus ik kan hier lekker overnachten. Dus we kunnen helemaal naar de Getver vanavond. En het wordt echt een super vet feest. Maar zometeen is het feestje beneden. Ik moet eerst even omkleden naar mijn outfit, want er is natuurlijk wel een dresscode. Zo, maar dit is het thema. Wit met een beetje goud. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kind of broke my heart. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on.
Ja, en dan liggen we weer in bed. Dit was het Magnum Feest. Het was echt een super vet feest. Ik heb hem niet allemaal kunnen vastleggen. En uiteindelijk lig ik dus met Bram van Stiphout in een bed. Jee, wordt heel knus. Holy shit, deze party. Van begin tot afterparty eind. Het was echt ziek. Dankjewel hiervoor. Ik ga lekker tukken nu. De volgende ochtend. Bram had rijles om 9 uur. Het is nu 11 uur. En hij zit niet in de auto. In Den Bosch, zelfs. Oh, ik had om 7:30 heel netjes in de trein moeten zitten. En ik zit hier en ik... Oh, dit is gewoon de tweede week achter elkaar. Ik had dit letterlijk 1 week geleden ook zo. Nou, ik ben wel super vrolijk en fit en fris en fruitig. Dus we gaan even een ontbijtje scoren hier. Het is een lekker hotel, man. We hebben weer iets gekregen. Dat is warme witte chocomel. Ik kan me niet herinneren dat ik dit ooit eerder heb gedronken. Heb jij wel eens warme witte chocomel gedronken? Nee, ik hou niet zo goed op witte chocolade. Het is een combinatie van een mega kater, witte chocolademelk en warm. Het zou nu echt zijn wat gamijn is. Fuck af. Neem een slok, kom op. Oh, het lijkt gewoon zaad. Drink nou maar. Ja, die kutcamera ook altijd. Slokkie. Ja, goeie slok. Oh, dit valt ook zo zwaar op mijn maag. Dit valt meteen zo zwaar op mijn maag. Oh. Jij gaat blij worden. Ja. Oh, hungry for that. Oh, nou jongens, dat was hem weer voor deze keer. Voor de oplettende kijker, deze video is al een tijdje geleden opgenomen. En nou ja, nu is die online. Maakt verder ook niet uit. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik hoop ook dat je even de Free Charity Project gaat uitchecken. Dat staat hier onder in de beschrijving ook nog een keer. Geef het even een duimpje. Net als zij zou ik het heel leuk vinden als je eventjes op abonneren klikt. Dat kan natuurlijk ook hieronder. Je weet waar de knop zit. Dan mis je niks van deze video's. En over 2 dagen komt er ook weer een Temptation video online. Die gaat over aflevering 5 alweer van Temptation Island. Dus als je dat niet wil missen, klik op abonneren. En ik zou het echt helemaal fantastisch vinden als je ook nog eens hieronder iets zet. Maakt niet uit wat het is, als je mij een berichtje achterlaat, word ik helemaal warm van binnen. Dankjewel alvast en tot de volgende video. Ciao. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds laat op het plein, niemand kan zich beter wensen.